Vallen nummer 5. Nou ja, dat was niet de eerste, maar de eerste die zou gaan starten. We gaan door nu met nummer 7, Afke KW met Kim Wismans. Als je zover bent, Kim, dan mag je beginnen. Succes.
Nederlands. Netjes voorgesteld, paard laat zich ook best wel goed bewerken. Maar zou in het lichaam zich nog losser mogen laten, zodat het de beweging ook wat meer ten goede komt. Hij blijft daarin alles nog iets beperkt. Hij heeft wel houding en de stap is wel voldoende, maar soms wel iets moeite met de takt houden. En de galop is wel mooi gedragen en in balans, maar mist daarin iets ruimte. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 6,5, galop 7, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impulsen 7, maakt het totaalscore van 73 punten. We gaan door met nummer 8 voor AS met Mette Marit Eppinga. Met de Marit, als je zover bent, mag je starten. Succes! Thank you.
Hebben we gekeken naar nummer 8, Vora S. Voorgesteld door Mette, Marit Eppinga. Paard wat nog een klein beetje groen aandoet in de verrichting. In de stap heeft hij wel ruimte, maar mocht hij iets actiever zijn, blijft ze eigenlijk ietsjes traag vanuit het achterbeen. Drava daarentegen heeft een mooie houding, draaft mooie techniek over de benen. En heeft dan ook wel het achterbeen actief. De galop is hij wat vlug, heeft hij nog wat weinig sprong. En vindt de buigzaamheid dan ook nog wat moeilijk. En dat zien we dan eigenlijk in. En hij heeft in de draf dus eigenlijk een hele goede houding. Alleen in de rest, zeg maar, in de galop, dan vindt hij dan moeilijk met de balans. Krijgt voor de stap een 6, voor de draf 7,5, galop een 6, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6,5, impuls 6,5 en totaalscore van 71 punten. Dan gaan we door met nummer 10, Andrea K. Voorgesteld door Jelmer Ketelaar. Als Jelmer straks zover is, dan mag hij eventueel wel starten. Maar kijk eerst maar even of hij even door de baan. De zee en de overheid, arbeidsstaat.
We hebben gekeken naar nummer 10, Andrea K. met Jelmer. Fijn paard. Loopt inderdaad in die draf ook met veel houding, veel actie. En fijn gedragen. Stap heeft hij ook wel ruimte en is ook wel takmatig. De galop heeft hij ook sprong. En ook de overgangen zijn echt mooi en mooi vloeiend. Blijft dan fijn door zijn lijf lopen. We hebben de volgende cijfers. Stap een 7, draf een 8, galop een 8, houding en balans een 8, souplesse 7,5, schakel een 7,5, impuls een 8. Maakt een totaalscore van 85 punten. We gaan door met nummer 12, Imre SR, met Bo Oudhoff. Bo, als je zover bent, mag je beginnen. Succes.
Hebben we gekeken naar nummer 12, Imre SR, voorgesteld door Bo Oudhoff. Paard wat een jong paard nog is en veel beweging heeft. Heel makkelijk kunnen schakelen, goed voorbeengebruik. Misschien in alles nog ietsje meer kracht zou kunnen winnen. En dat zie je dan een beetje terug, vooral in de galop. En dan moet hij eigenlijk nog net ietsjes meer ontspannen in die bovenlijn, dat hij daar wat losser blijft. Maar wel een goede techniek. En blijft elke keer ook goed in die houding, hè, die bovenlijn. Misschien in het begin mocht hij ietsje meer lengte in de hals houden. Dat is nog een klein puntje van aandacht. En verder gewoon een hele fijn paard met heel veel beweging. Voor de stap een 7,5, voor de draf een 8, galop een 7,5. Houding en balans een 8, souplesse 8, schakelen 7,5, impuls 8 en totaalscore van 85,5 punt. Gaan we door met nummer 3, Bernau van de Heddershoeve. Voorgesteld door Marta van der Meulen. Als je er klaar voor bent, mag je wel beginnen. Succes.
vrouw van de Herdershoeve met Marten van der Meulen. Ook weer een fijn paard, fijn voorgesteld. Is misschien ietsje kort in het voorbeen en dan blijft hij af en toe een klein beetje zo naar voren lopen. Maar verder wel veel houding. Heeft voldoende ruimte in die stap. Zo achter af en toe iets meer mogen doortreden, vonden we in de test. Maar nu ook zie je dat hij, als hij wat meer op lengte komt, eigenlijk nog beter gaat doorstappen. Daar ook voldoende ruimte in krijgt. De draf heeft veel lossigheid, veel swoeng. In de galop wordt hij af en toe iets strak. Daar zouden we wel graag iets losser nog in willen zien. We hebben de volgende cijfers. Stap 7,5, draf 8, galop 7, houding en balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls 7,5, komt de totaalscore van 82 punten. We gaan nu door met nummer 1. Verder van de Polen met Iris Sietsma. Als je zover bent, Iris, mag je beginnen. Succes. Thank you.
Een paard wat hele constante goede verrichting laat zien. Hij heeft veel houding. Hij heeft ook heel veel techniek in de benen. Waardoor hij bijna eigenlijk de bovenlijn nog net iets losser zou mogen laten. Als je het een klein beetje meer de bovenlijn ontspannen mocht. Zie je ook iets terug in de stap. Dat hij eigenlijk vanuit het achterbeen dan nog iets mooier door zou mogen treden. Hij heeft daarin wel gewoon voldoende ruimte. De galop daarentegen doet hij heel goed, heel gedragen. Daarin ook wel weer de sprong. Dan zoekt hij de bovenlijn, maakt hij daar wel iets meer lengte in. Heeft veel souplesse. En laat zich daarin gewoon heel goed bewerken. Krijgt voor de stap een 7, voor de draf een 8, galop een 8, houding en balans een 8, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls 8 en totaalscore van 84,5 punt. Gaan we door met nummer 0? Oh, we hebben even een kleine pauze. Met Ria Hettinga. Ria, succes.
gekeken naar zilver van Zweltje Staten. Een sympathiek paard, mooie houding. Stap is vlijtig en heeft voldoende takt. Zou af en toe iets meer mogen doortreden. De draf heeft ook veel lossigheid. Maar zou dan ook iets actiever af en toe mogen. Blijft soms een beetje traag. En zie je het ook een beetje in de verruimingen. Daar heeft hij nog wat moeite mee. Galop daarentegen valt echt heel positief op. Springt heel erg makkelijk en mooi door de rug aan. Heeft veel sprong en gedragenheid en veel balans. We hebben de volgende cijfers. Stap 7, draf 7, galop 8. Houding en balans 7,5. Souplesse 7,5. Schakelen 7,5. Impuls 8. Totaal scoren 82 punten. Ja. We gaan nu verder met nummer 15. Hiske van Penjum. Met Klaas Buist. Klaas, als je zover bent, mag je beginnen. Succes. Okay.
Hebben we gekeken naar nummer 15, Hiske van Penjem. Voorgesteld door Klaas Buist. Paard wat in de algehele verrichting nog wat groen aandoet. En ook wel linksom vooral mist hij wel wat buiging. En dat zie je dan ook terug in de afwerking van de proef, dat het wat onrustig is. Hij heeft wel een voldoende goede stap, maar zou iets meer vanuit het achterbeen ook aan moeten sluiten. En in de draf heeft hij wel goede techniek, maar dan ook missen we nog iets dat hij het achterbeen echt erbij kan houden. En dan heeft hij ook wel moeite nog met zijn galop, met zijn gedragenheid, om daar ook wat meer de kracht en het activiteit vanuit het achterbeen te houden. Krijgt vandaag voor de stap een 7, voor de draf een 7, galop een 6,5, houding en balans een 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6,5 en impuls een 7 en komt totaal op 74 punten. Gaan we door met nummer 16, Ellie van Eigenhof Oldenburg, voorgesteld door Jelmer Chardon.
gekeken naar Ellie van Eigenhof-Oldenburg met Jelmer. Een paard met veel activiteit in de benen, mooie houding in de draf. Stap is wel wat afgepast en zou hier wat meer mogen rekken, ook vooral in die bovenlijn. Dat hij zich daar nog net iets losser in laat en wat meer ruimte krijgt. Galop heeft voldoende sprong en is ook voldoende bergop. We hebben de volgende cijfers: stap 6,5, draf 7,5, galop 7, houding in balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5, totaalscore 77,5. Dan sluiten we hier bij de IBOP af voor vandaag. Dit was de laatste. Voor iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar.